En we gaan kijken naar de zijspannen. De zijspannen waarin onze landgenoten Stroyer en Schinders het dit jaar aanmerkelijk minder doen dan in het verleden. 3 keer werden ze wereldkampioen, maar dit jaar doen de Zwitsers Bieland en Baltiesberg het aanmerkelijk beter. Zij starten met nummer 3 en kwamen oorspronkelijk zeer slecht weg. Wel goed weg zijn Stroyer en Schinders. Direct na het verspringen van het licht pakken ze de kop. Voor Webster en Hewitt en Alain Michel, want ook hij, de Franse combinatie uit Montélimar, wilde graag vlammen op het thuiscircuit in Frankrijk. In Frankrijk waar motorsport ongelooflijk populair is. Stroyer en Schinders rechts in beeld, links de wereldkampioenen die nu de kop overnemen en dan de gebroeders Zürbrück uit Zwitserland, Urs en Martin, die met name in de laatste 3 wedstrijden hebben laten zien dat ze er helemaal bij horen. De zijspannen die 16 ronden zouden moeten rijden, 93 kilometer, in hun 6e koers van 9 wedstrijden totaal, tamelijk beslissend dus. Het start nummer 3, de leiders in de stand om het wereldkampioenschap. Rolf Bieland en Kurt Waltisperg die dit seizoen niet te kloppen lijken te zijn. Zij lijken in de winter, de afgelopen winter natuurlijk, hun preparatie goed te hebben gedaan. Want ook in deze koers stoomden ze ineens op van een 5e naar een 1e plaats. En hier is Stroyer er nog bij. Maar kijk eens wat een geweldige rookwolk er afkomt van het wiel van het zijspan. Die rookwolk zou er tenslotte voor zorgen dat ze een klapband kregen in de laatste ronde. En dat Stroyer en Schinders, de assercombinatie, er weer niet bij zijn. Althans niet bij de 3e. Ze zouden uiteindelijk in 9e positie over de finish komen. En dat betekent dat de strijd om de wereldtitel voor hun is verloren. Voor deze combinatie niet. Nee, Bieland en Waltisperg winnen de 54e Grand Prix voor Rolf Bieland. Ze winnen voor Webster en Egloff in een hele knappe koers. Daar komen de gebroeders Zürbrück. Nee, het is Egloff op een 3e plaats en dit zijn de winnaars. En de stand om de wereldtitel. Bieland Waltisperg, ik zei het al, niet meer te kloppen voor Webster Hewitt. Stroyer en Schinders dan toch nog met 54 punten op een 3e plaats met Michel en Fresk gedeeld.